En nu komen ze op en inderdaad, Marsman is de doelman. En dus geen Justin Bijlo. Wat een verhaal is dit voor een keeper waarbij hij eindelijk bij Oranje zat. En dat hij dan eventueel toch moet gaan afmelden. Nou, laten we ons concentreren op de wedstrijd, Dennis. Want die staat op het punt van beginnen met de aftrap van Brian Linssen. Feyenoord heeft afgetrapt, de TOS verloren. Dus speelt in de eerste helft daar richting de Gerard Meijer tribune. Waar normaal gesproken de fanatieke aanhang zit. Oh, legt Senesi de bal klaar voor Balk. En die schiet de bal op de lat. De zoveelste keer dat Groningen dicht bij een treffer is. Omdat Feyenoord zo laks is met Senesi. Ja, en wie bij Feyenoord, daar ga ik nu op letten, staat er dan nu op om elkaar op te peppen. De kopjes naar beneden heb je niks aan. Nu moeten er spelers opstaan in een elftal door te zeggen tot hier en niet verder. Want Feyenoord had echt al op 2-0 achterstand kunnen staan, Dennis. Die bal komt bij Malassi, had echt goed gedaan. En daar komt Diemers met de goal! Diemers met de goal, de eerste aanval die Feyenoord op deze mat in de Kuip aflegt, is gelijk raak als Diemers zijn eerste doelpunt in de Kuip maakt. Scoorde vorige week in Groningen, of in de Emmen, een penalty. En deze mooie aanval wordt dan binnengelopen. Het is tegen de verhouding in, maar wij malen er niet om. Feyenoord-Groningen 1-0, dankzij Diemers. Ja, ik denk dat hij hem gaat afkeuren, Dennis. Hij heeft genoeg gezien en het doelpunt gaat niet door. Hij keurt hem af. En dan leek het even mee te zitten, eindelijk voor Feyenoord. Met het doelpunt dat werd binnengeschoten door Diemers. Maar Linssen blokt de keeper. En zo is Linssen dus als spits sowieso al niet succesvol met het maken van doelpunten. Maar zorgde hij nu als spits er ook nog voor dat Feyenoord geen doelpunt maakt. Had hij niet hoeven doen, want die bal had altijd binnengegaan. De captain van Feyenoord, komt hij dan hier met een belangrijke assist om die wedstrijd open te breken. Hij trapt die bal, komt gevaarlijk voor, wordt ook gekopt. Ja! Doelpunt, 1-0 voor Feyenoord. Is het Geertruida die hem dan binnenkopt? Ja, weer Geertruida. Gaat hij dan net als Haps op een gegeven moment ook in de aanval staan met dit Moyenne. Lekker hoekschop hoor ook van Berghuis. En Geertruida bij de eerste paal die zijn kopje er tegen aanzet. En gewoon weer scoort. Lekker ook dat Feyenoord met hem dus ook gewoon een aanvallend wapen in huis heeft. Maar je weet het nooit, hè. Ze zullen wel weer ongetwijfeld in Zeist weer gaan kijken. Hoe ze nou weer dit doelpunt kunnen afkeuren. Ja. Geertruida, in 4 dagen tijd 2 keer scorend. Uitstekend gedaan. Vorige week ook nog een assist. Nu gaat hij misschien wel de assist geven voor de 2-0. Ja, nee! Strafschop penalty, toch? Ja, penalty. Ja. Als Haps hem wil binnenlopen. Haps wordt gehaakt. En hij wordt gehaakt naar de strakke bal voor van Berghuis. Krijgt Feyenoord een penalty. En dan ben ik benieuwd wie hem gaat nemen. Want de vorige penalty door ook Berghuis rood, hè? Ook rood werd voor Dankerlui. Want die krijgt zijn tweede gele kaart. Rood voor Dankerlui, inderdaad. Ja, die zegt, ja, ik word in de maling genomen door Haps. Maar hij krijgt volgens mij direct rood. Hij ontneemt hem een storingskans. Belangrijke strafschop om een einde te maken aan deze wedstrijd. Het wachten is tot Dankerlui het veld heeft verlaten na zijn rode kaart is gebeurd. Berghuis neemt zijn aanloop. Kom op, jongen. Hij knalt hem feilloos binnen. Ja! 2-0 dus voor Feyenoord. En dit zou de beslissing in deze wedstrijd moeten zijn. En ik ben er eigenlijk ook van overtuigd met de 10 van Groningen die resteren dat het geval is. Berghuis onberispelijk hard en hoog. Pad duikt naar rechts, maar die bal wordt links geplaatst. Prima strafschop van de aanvoerder. Marsman uit zijn doel en hij heeft hem te pakken. En dat is het moment dat Makkely de bal opeist. De bal vraagt en zegt, ik heb genoeg gezien. Feyenoord wint na een hele moeizame wedstrijd. En met name die eerste helft was tenen krommend. Groningen was beter. Groningen raakte de lat, raakte Marsman. En vlak naar rust ook nog een grote kans van Groningen. Maar uiteindelijk kwam het goed. Dankzij en het doelpunt van Lucherel Geertruida en de penalty van Steven Berghuis. Feyenoord-Groningen 2-0.